Op zich wachten. Ik wil iedereen, maar echt iedereen bedanken, die op welke manier dan ook heeft bijgedragen aan de totstandkoming van deze accommodatie. Zoals natuurlijk niet te vergeten architect, de aannemer, onderaannemers en leerlingen van Tullion, adviseurs en projectbegeleiders, alle sponsoren, groot en klein, en in welke vorm dan ook. Ons eigen bouwteam, bestuur en leden. Het klussenteam, zeker niet te vergeten. Mannen, chapeau. De buurtbewoners die het op enige overlast hebben moeten doorstaan. En niet te vergeten de gemeente voor het verstrekken van de subsidie. En alle betrokkenen van de gemeente weer voor de goede en prettige samenwerking. En alle die ik misschien niet genoemd heb. Zonder jullie hadden we dit nooit kunnen realiseren. Betrokkenheid is, en dat denk ik toch dat ik moet zeggen eerst. Corrie, met alles wat er achteraan hangt, dan moet ik zeggen, Harry Meeuwissen, die eigenlijk nooit bij scouting is geweest, maar had hij dat maar gedaan? Was Harry maar eens ooit bij scouting geweest, dan was hij niet zo lastig geweest als hij voor mij als toen ik wethouder was aan tafel geweest. Dan had hij zich misschien wat eerder gezinnigd, zoals ze dat hier in Weert zeggen. En dan moet ik ook een andere naam noemen die hier niet in dit verband is, maar waar ik als wethouder toch ook heel veel dank aan verschuldigd ben, denk ik op het gemeentebestuur, en dat is Leo Steeks. En mensen, een dikke proficiat allemaal, een dikke proficiat aan de stuurgroep, zal ik maar zeggen, maar vooral een hele dikke proficiat aan de hele gemeenschap Weert, Zuid, Keent, Moezel. En proficiat, bedankt voor de inzet en Corrie, we gaan door naar de Zonburgheidsschiene de opening verrichten. De juweliers die al daar boeten. Ja, hier is een deel boeten. Onder andere Harry Meeuwissen. En ik denk dat we dat moeten gaan doen. Nou, dan. Ze zeggen, Corrie, Harry, als jullie er klaar voor zijn, dan zou ik zeggen, open onze nieuwe bossen. Wie heeft die knoop te maken? Mark, waar ben je? Breng het gek in. Ja! Dames en heren, beste mensen. De wethouder kan toch niet zeggen dat ik hem niet gewoon zijn gang heb laten gaan. Ik ben gewoon daarachter in de regen blijven staan. Maar ik wil ook jouw voorzitter, de voorzitter van Bossenvulling, ook feliciteren. Proficiat, mevrouw Hanselmans, Corrie. Proficiat, hartstikke mooi dat jullie dit gebouw hebben. Ik heb begrepen
dat u, of mag ik jij zeggen? Hoe ik mag aan jij zeggen? Ik ken Corrie net een half minuut. En dan mag ik toch aan jij zeggen. Want als jullie het goed vinden, zeg ik nog even een paar woorden meer tegen Corrie. Mag dat? Nee, Corrie, je hebt geen keuze. En eigenlijk, beste mensen, kunnen we zeggen dat de scouting is echt de rode draad door het leven van Corrie Hotselmans. Corrie te benoemen tot lid in de Orde van Oranje Nassau. Proficiat. De deur die deed direct open. Dit is een stukje gebeurd Limburgs. Je kunt ook in Nederland doen, dan wordt iedereen het. Maar ik wil op de eerste plaats excuus maken aan Corrie. Maar ik breng je nog op, dat wil nemen ze weer. Op het doel wist ik niet meer wat ik moest zeggen. En toen de informatie tegen mijn hand, kreeg nog een mailtje van, je moet ook met Wilhelmus spelen. Ja, maar het wordt genoemd met Wilhelmus doen door hier. Dus, ik zou het echt niet weten. Ik zei, maar die dame niet veel altijd van die dingen ooit niet slapen. Ik zei, laat maar gaan, ik kom allemaal goed. Maar,